Leuk dat jullie weer kijken naar In Goede Doen. Nou, het is mooi weer, het zonnetje schijnt. En wat doe je wanneer het zonnetje schijnt? Zonnen natuurlijk. Het is belangrijk dat je je goed insmeert bij het zonnen, dat is nu algemeen bekend. En wij gaan vandaag testen welk zonnebrandmiddel het beste werkt. We zijn terug uit de stad en we hebben 3 soorten zonnebrandmiddel gekocht. We hebben een zonnebrandcreme, we hebben zonnemelk en we hebben zonnebrandolie. En we gaan ze nu dus testen op smeerbaarheid en of het goed intrekt en natuurlijk of het waterproof is. We hebben verschillende factoren. We hebben factor 30, factor 15 en factor 6. Dus laten we maar gaan testen. Nou, we gaan eerst dus de zonnemelk testen. Zo, een beetje mijn schouders. Smeert goed. Oh, ruikt ook wel lekker. Stinkt niet. Oh ja, moet je neus ook altijd goed insmeren. Nou, nu gaan we even kijken of het intrekt. En dan gaan we zo de waterproef doen. Nou, ik voel dat er nog zonnebrand op me zit, dus volgens mij is hij wel waterproof. Nou, we gaan nu de zonnebrandcreme testen. Ik ga weer in de stoel zitten. Hij lijkt al wat dikker. Hij voelt ook zeker wel dik aan op je huid. Hij ruikt minder sterk dan de zonnemelk. Iets meer chemisch. Nou, ik vind dat ik zo wel goed bestand ben tegen de zon. Dus we gaan het even laten intrekken. De zonnebrandcreme heeft even kunnen intrekken. En we gaan nu de leuke waterproef weer doen. Dus ik ben benieuwd. Kom maar op. Heerlijk. Nou, volgens mij is die wel waterproef. En ik voel me echt nog wel beschermd tegen de zon nu. We gaan nu de laatste zonnebrandmiddel testen. Het is namelijk de zonnebrandolie. Erg vet. Oh, hij ruikt wel heel lekker. Hij ruikt in ieder geval heel anders dan de andere 2 zonnebrandmiddelen. Het is heel vet. En ik weet ook niet of ik het makkelijk uitsmeer. Ik voel het niet echt. Nou, volgens mij zie ik eruit als 1 glimmend poppetje. Ik ga hem nu even laten intrekken. Dus kijk uit dat je het niet op je kleren krijgt. De olie is erg vet, maar dat is natuurlijk logisch. Want deze olie is vooral voor de mensen die bruin willen worden. Nou, ik heb van mezelf al een kleurtje, dus voor mij is het eigenlijk ideaal. En dan word ik nog iets sneller bruin. En we gaan nu het leukste stukje doen, weer de waterproef. Ready, set, go! De olie is niet waterproef. Zodra ik water over me heen gooi, gaat eigenlijk de olie er ook vanaf. Ja, dat is ook logisch. Het is vooral een olie om in de zon te zitten. En je kan weer smeren nadat je het water in bent geweest. Ik ga me verder afdrogen. Ik zit weer uit de zon. Ik ben gelukkig niet verbrand, dus ze hebben sowieso geholpen. We hebben ze dus allemaal getest. Persoonlijk vind ik deze toch het fijnst. Want deze is waterproof en hij smeert makkelijk en hij ruikt lekker. Dus hij is gewoon prima. Deze vind ik persoonlijk ook wel fijn. Als ik echt bruin wil worden, dan gebruik ik deze. Als ik niet zo vaak in het water ga, want je moet hem wel bijsmeren deze hele tijd. De zonnebrandcreme is voor de mensen die heel vaak het water in en uit gaan, omdat deze erg dik is en goed waterproof is. Het is belangrijk dat je een zonnebrandmiddel kiest wat goed bij je past. Dus ik zou zeggen, nou, test ze alle 3 een keer uit. En dan weet je welke jij het fijnst vindt en welke jij kan gebruiken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.